Zijn netwerk met betrekking tot uh, media, is gewoon heel sterk. En een heleboel mensen die begrijpen maar niet van, ja, waarom is er niemand die zegt van ja, uh, die trainer moet weg. En nou, dat heeft... Dus er is minder kritiek omdat hij goed Natuurlijk is. Natuurlijk, ja. ja. Ik bedoel, is nee, kritiek. Nee, nou, maar Raf, kijk, voor jou, huh? voor jou is het ook lastig. Ik bedoel, jij bent ook gevraagd door hem. Je drinkt af en toe een bak koffie met hem. Dan snap ik, en dat is, is nog logisch ook, dat je, dat je toch uh, je niet je hart kan luchten zoals je dat over iemand anders wel zou kunnen doen. En uh, de rol van de Telegraaf met, met uh, Mike Verwij. Uh, Spreekpop uh, van de Meiden van de, van de Telegraaf. Westy, met wie uh, Stijn een aantal keren ko koffie heeft gedronken. Ja, dan, dan heb je. Je zit met mail in je mond te praten voordat je het eigenlijk zelf doorhebt. Want ja, dat relatiebeheer, dat, is, dat doet hij hartstikke goed. Ja, maar... En dat, ja, jij, dat helpt hem in de media. Ja, ik... En in, in, de, in het. Uh, ...beïnvloed worden, hè, want uiteindelijk gebeurt dat door de media. Maar dat, dat ik beïnvloed word door, door Stijn omdat hij me gevraagd was in Stenders. te Nee, nou nee, je... je... Omdat ik hem met hem praat, ik, ik, ik praat totaal onafhankelijk, ik zie gewoon... Een, ...nou, laat ik het dan maar gewoon noemen, een kut elftal... ...en... ...met kutspelers, en hij moet daarmee mee doen en iedereen... Maar ja, je ja, staat 17e. Er is nog nooit iemand nee, die zo'n ja, treatment heeft ja, maar, gekregen dan als Ajax-trainer dan, nee, dan Marie Stijn. Ja, maar maar dan da, 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 da kan je toch. Je, ja, je kan volgende week toch kan achter, je wachten we 18, 18e kun, ja, kunnen iedereen, komen te staan. Ja, maar dat zal ook dat, wel weer gebeuren. Dat maar is een vernedering is... voor iedereen die Ajax-fan is. Dat, is. dat is geschiedenis. Daar ja, gaat maar, wereld maar, ja, maar, de wereld over. En jullie zeggen, nou ik hoorde Wesley dat straks ook nog. Jullie zeggen, nou nee hoor, het ligt helemaal niet aan de trainer. Trainer moet je gewoon houden. Ah, dat vind ik best knap ja, ik als je Maar als je het lijstje ziet met de trainers die voor minder gesneuveld zijn. Jawel, maar is deze situatie zo extreem geweest dat een technisch directeur 12 spelers haalt, die er nou voor 115 ja, maar... miljoen, Roud. moet je met twee vingers in je neus. Roud. Hij haalt 12 spelers uit een G-team. Je net denkt. Nou, maar, maar, maar nee, tweede Bundesliga en die en die. Die speelt denk ook je niet wel, Die speelt ook helemaal nee, niet. Nee, maar die anderen die, die spelen wel. Of die, die, die komen erin dat je denkt: ja, is dit het nou?